Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering. Dit is Sniper Elite. Kan je niet zo goed tegen darmen en tegen hoofden die eraf worden geschoten? Nou, zo erg valt het mee. In ieder geval, het is een vrij grof spelletje en dat ga ik jullie laten zien. Of in ieder geval deel 2, ik weet niet precies wat het is, maar ik ben dus meneer de sniper. En dit is mijn scope. Zo heet dat, een scope, hè? Het is de bedoeling dat we dus op een aparte manier die mensen die daar in de verte lopen, dat we die gaan schieten. Ja, heel erg leuk spel. Nee, het is zeker een leuk spel. Maar we gaan het dus op een hele leuke manier doen. En dat laat ik jullie nu zien. Nou, er komt er daar eentje aangelopen. Die kan ik eigenlijk al markeren. Kijk, dat gaan we gewoon doen. Die hebben we nu getagd. Nou, we kunnen daar nog wat mensen taggen. Hier zo lopen nog één. Daar zo. En daar is er nog eentje. En ik zie er daar nog eentje lopen. Hebben we er nog meer? Nee, helemaal niemand. Als ik hem schiet, ziet hij het. Gaat hij op me afschieten. Worden hun gesignaleerd, die erachter. Dus wat ga ik eerst doen? We gaan hem proberen door het oog te mikken. En daar komt hij. De kogel gaat erin en... Door zijn oog. Ik heb hem door zijn oog geschoten. Het is een headshot. En daarom is het... Oh, nee. Hij moet dood. Sorry, goed zo. Er is niks gebeurd. Niemand is gesignaleerd. Maar wat we nu gaan doen is het volgende. Let op. Yeah, dat was een mooi schot. En die gaat waarschijnlijk recht door zijn endeldarm. Door zijn hart. Daar wordt hij hard van. Dat hoop ik in ieder geval. Maar nu is iedereen een soort van verwittig van Vincent is er. En hier weer. Oh, bijna raak. Oh. Oh, nog een keer mis. Ik mis heel veel. Daar komt hij. Rakertje. Is het een rakertje? Hij is dood. Er zit er nog eentje. Die zit te sniperen vanaf het dak. En ik denk dat ik hem daar zie zitten. Dus wat we nu gaan doen is heel rustig concentreren. En daar komt hij. De kogel gaat als het goed is. Doei! Oh! Er zit hier iemand. Daar zit hij. Let op. Daar gaat hij hoor. Die gaat heel ver, maar hij gaat raak. Daar komt hij. Daar komt hij. Oeh, voor zijn oogje. Headshot. Hij komt dadelijk met zijn hoofd boven water. En dan zeggen wij. Eeuw, die wordt raak. Oeh. Yeah. Een headshot. Je kan ook nog van die gold bars verzamelen. Van die gold rush bars. Zo heten die dingen. En die liggen meestal op die vervelende vieze plekjes. Hoekjes, steegjes, huisjes. Je weet het niet, maar ze liggen overal verstopt in die map. Dus ik ga heel snel kijken en loeren. Hebben we hier een goldbar? Kijk, daar ligt er een. Kijk, dit is een goldbar. Met het nazi-teken erop. Kijk eens. Totaal heb ik al 12 gevonden in de hele game. Nou, dat zegt al iets over mijn prachtige zoek. Toch door deze mappen heen. Ik kan hem niet eens pakken. Kom maar. Kom op, pak hem. Pak hem. Ja, je kan het. Goed zo. Где принимают брошенное оружие? Комиссар хочет, чтобы ее на грузовике отправили в Принцлау. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Even kijken, we gaan eens verder. In ieder geval, die gasten die kunnen mij niet meer, niks meer doen. Ik heb ze gepakt. En ik wist stiekem wel een beetje... Ik had niet verwacht dat ik een achievement kreeg. Ik had wel een keer had ik zo'n tripwire had ik neergezet. Maar dan is het gewoon een kwestie dat je een steen gooit. En dan horen ze dat je een steen hebt gegooid. En dan komen ze op het geluid af. En dan komen ze met hun zeikert, breken ze over die tripwire, zodat ze doodgaan. Want dat er een ontploffing komt. Maar dit keer was het zo dat ik mijn eigen spot had verraden. En dat ze dus eigenlijk naar die plek toe gingen om mijn positie in te nemen waar ik was en dat ze gewoon dood gingen. Dus dat is natuurlijk wel uniek en daardoor kreeg ik dus een achievement van de game. Nou, dankjewel game. Eigenlijk moet ik mezelf bedanken, want ik heb het gedaan. Kijk, daar loopt er ook eentje, zie je het? Die loopt daar een beetje te stinken, maar die gaat daar het gebouwtje in. Die heeft mij nog niet gezien. Hij kan er dadelijk uitkomen. We kunnen erop wachten. Het is misschien wel handig. Misschien kunnen we een steen gooien. Zullen we dat eens doen? Ik ga een steentje gooien, let op. Tripmine. Nu selecteer ik een wapen. Ik moet natuurlijk wel een steen zoeken. Een rok. Nou, daar hebben we oneindig van. Ik gooi een steentje. Helemaal in de verte.
Er gebeurt niks. Misschien moet ik er nog eentje gooien. Wat verder weg. Ja, dat gaat niet lukken, denk ik. Die wachten we. Die wachten we netjes. Ja? Kom maar op, kom maar op. Je hebt een steen gehoord, kom op. Kom op nou. Je hebt een steen gehoord. Kom op. Ja, goed zo, goed zo. Daar komt hij. Kijk. Hij ziet niks. En... Moving headshot. 180 punten. Hallo meneer, wat ligt u daar lekker bij? Ik pak even uw munitie af. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet geen like te geven. En bij de 100 likes gaan we een deel 2 uploaden. Dus wil je nog een Sniper Elite video zien of kijken hoe het level een beetje afgeloopt en hoe ik verder ga sniperen? Vergeet geen like achter te laten. En bij 100 likes doen wij een deeltje 2. Tot de volgende keer. Doei doeg!